van harte welkom bij alweer de vierde uitzending van HK13 Live. Dit is de laatste uitzending van het seizoen en we hebben weer een hele volle uitzending voor jullie. Naast mij zit Harry Schipper, een van de bekendste journalisten van Harderwijk, mag ik wel zeggen. En we gaan het straks eerst hebben, straks na de reclame gaan we het hebben over de Internet of Things met Lino Bijnen. En hebben we hele goede sporters uit Harderwijk. Nu zometeen gaan we praten over het AZC. En we hebben ondersteuning, muzikale ondersteuning van Andries van der Brink. En, maar we gaan eerst even voorstellen dus. Nou, en naast mij links aan tafel zit Roger Drachstra. Ja, goed, ja. Van de vrijwilligers in Harderwijk. Ja. Vrijwilligers rondom het AZC. Ja. Ja, ja, dat zeg ik goed. En aan de rechterkant B. Prins, de projectleider van de gemeente van het AZC. Ja. Daar aan de zijkant zit Andries van de Brink. Dat klopt. Andries, jij gaat straks zingen als het goed is. Klopt ook. En links aan tafel is aangeschoven dit keer geen Dries van den Berg, maar onze nu een keertje een andere vaste tafel hier. Frits Barnaai. Van harte welkom. Hey Frits, hartelijk dank dat je nog even kon aanschuiven. Want ja. Ja, dat hebben we even op het laatste moment nog moeten regelen, ben ik bang. Maar dat is, Ook aangemaakt, dus ja, is goed, dat is ook tv natuurlijk. Je moet soms dingen oplossen. Zeg Harry, waar gaan we het nu als eerste over hebben? Het asielzoekerscentrum. En daarvoor kijk ik meteen eventjes naar Barry Prins, de gemeentelijke projectleider. Barry, er zijn honderden vluchtelingen op dit moment nog steeds in noodopvangcentra, sporthallen, zelfs tentenkamp heb ik gehoord. Die mensen wachten maar en die wachten maar. En nu hebben ze pas weer te horen gekregen dat ze nog 2 maanden moeten wachten. Hoe erg is dat? Nou, dat is behoorlijk teleurstellend ook. Ook voor het COA, ook voor de gemeente, ook namelijk natuurlijk voor die vluchtelingen. Want mensen wachten op een plek waar ze weer een toekomst kunnen opbouwen, waar ze perspectief hebben. Ja. Wanneer gaat het nu open? Is dat al duidelijk? Het is nog niet helemaal duidelijk. Dat is in handen van het COA, hoe snel zij het kunnen regelen. Zij hebben wel gezegd dat ze in de bouwvak gaan doorwerken. Mm-hmm. Van 7 tot 7 uur, dus best pittig. Maar dan verwachten zij op 5 september de woonunits te kunnen opleveren. En dan moeten er nog mensen komen, dus dan is het niet meteen open. Nee, het moet ook nog ingericht worden, denk ik. Dan dus alles moet nog aangesloten, er moet nog best veel gebeuren. Dus dan. Het wordt wel half september. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb daar geen verstand van wat er dan nog moet gebeuren. Maar dan schiet het op. Dan zijn we al een heel eind onderweg, denk ik. Dan zijn we heel gebeurt eind er op dit moment al wat op het asielzoekcentrum, oftewel het Kranenburgcomplex? Ja, zeker, zeker. Er is ook al het een en ander gebeurd, hoor. In overleg met de omwonenden zijn er bijvoorbeeld wat extra lantaarnpalen geplaatst, omdat het te donker was eromheen. En dat soort dingen zijn aangepast. Maar nu op het terrein zelf is de stormbaan verlegd. Dat is door Landsteden, de scholengemeenschap die daar zit, gedaan. Ja. Maar nu worden de bouwvoorbereidingen getroffen, dus het grondwerk, graven om kabels te leggen, dat soort dingen. En de bomen worden gekapt. Bomen gekapt. En nieuwe bomen geplant. Ook weer. Eentje meer dan wordt gekapt trouwens, dat is wel grappig. Ja. Maar het is, ja. Nou, daar wordt Harderwijk een heel bos mee rijker. Ja. Nee, want het moet dus bewoonbaar worden, dat is het belangrijkste, toch? Ja, het moet worden ingericht. Er moet van alles gebeuren. Hè. We hebben ook gekozen om zoveel mogelijk op het terrein zelf straks te doen. Zoals een huisartsenpost, een uitgiftepunt voor de apotheek. En opleiding voor de mensen zelf op locatie, voor de volwassenen. De kinderen gaan naar de scholen in de omgeving. Hè. Maar, dat hebben we bewust gedaan, omdat dan de huiskamer, of de wachtkamer van de huisarts in de buurt niet bezet is en dat soort dingen. Maar het moet allemaal worden aangelegd. Dus dat is best wel veel werk ook. Ja. Zet dat wachten op die vluchtelingen. Ik ga meteen even over naar Roger Drachstra. U bent lid van het platform Vluchtelingen. Welkom Vluchtelingen Harderwijk, zo moet ik het even zeggen. Ja. Een hele club met mensen die zitten wachten om die vluchtelingen zo meteen op te vangen. Hoeveel zijn het er wel niet? Ja, we hebben inmiddels al meer dan 200 mensen die als vrijwilliger aan de slag willen. En dat is inderdaad wel een klus om al het enthousiasme dat er is, om dat vast te houden. Ja. En ik heb er eigenlijk wel heel veel bewondering voor dat mensen heel rustig wachten. En de een is wat geduldiger dan de ander, maar ja, toch, het opschuiven is nu een paar keer gebeurd. Ja. Wij merken niet dat daardoor het enthousiasme afneemt. Nee, je zou zeggen, ze raken gefrustreerd. Want die mensen die komen uit oorlogsgebieden, oorlogsgeweld, getraumatiseerd. Die hebben al een hele hoop achter de rug. Die verdienen eigenlijk een opvang. Voor vluchtelingen is dat zeker zo. Ja, ja, dat zouden we ook heel fijn vinden dat snel kan. Hè? Dat mensen snel weten waar ze aan toe zijn. Maar juist mensen die willen helpen, die ja, die denken ook van, verdorie, wat je hebt er geen grip op, hè? Dus je zult toch dan het moeten doen met zoals het is. Ja. En Barry gaf al terecht aan dat het COA daar heel hard voor werkt. Ja. Dan moeten we wachten dat het er is en dan kunnen we aan de slag. Wat voor geluiden hoor je van hun, van die mensen? Wat ik merk van de vrijwilligers bedoel je? Ja, sommige mensen vinden het lastig, wordt weer uitgesteld. En ja, daar moet je begrip voor hebben, kun je het ook altijd begrijpen.
Maar mensen blijven wel heel betrokken. Dus dat zien we heel erg, dat ook de werkgroepen beter worden ingericht. Dat er meer mensen bijkomen. Ja. En straks zijn we echt goed klaar, want we hebben ons zo goed voorbereid. Nou, dat kan haast niet beter zijn. Ja, en het voordeel is wel, we hebben nu wel een locatiemanager, Tami Zabda. Die heeft tot voor kort heeft hij in Heumershoort, Nijmegen, gezeten. Tentenkamp. Ja, 3300 zaten daar. En hij was een van de locatiemanagers van de drie. Zeg een van de drie locaties. Dus hij had 1100 vluchtelingen onder zich, zeg maar. Maar hij is zeer ervaren en hij is er nu al wel. Hij gaat ook in gesprek met het platform en met ons om te kijken wat kunnen we al aan voorbereiding doen. En wat kan er wel op het terrein, wat kan er niet. Dus we kunnen wel weer stappen maken. Dat vind ik wel goed. Ja. En dat goed afstemmen. Ja. Werkgroepen zei u daarnet. Dat klopt. Wat zijn dat voor werkgroepen? Wat gaan ze, gaan de taken opgesplitst worden? Ja, we hebben gekozen voor themagerichte werkgroepen. En dat heeft ook een voordeel dat je dan in Harderwijk zelf samenwerkt. Hè. Dus de moskeeën zijn betrokken en de kerken. Stichting Gaven, Stichting Present, Stichting Zorg Dat, het welzijnswerk. Mm-hmm. Vluchtelingenwerk Noordoost-Nederland. Dus je hebt een heel breed platform naast alle vrijwilligers, waarin mensen samenwerken in die themawerkgroepen. Bijvoorbeeld in sport en beweging of voor kinderwerk. Wat gaan die dan doen bijvoorbeeld? Sport en beweging, dat is nou, net een mooi voorbeeld. Ik kan bijna ruiken, maar ik vraag het toch wel. Ik denk dat ze gaan sporten en gaan bewegen. Ja, bijna. Ja. En het is heel mooi, want het COA heeft dat ook als opdracht. Hè, voor gezond leven in een AZC hoort ook sport en bewegen bij. Ja. Dus nou, samen met het welzijnswerk, met Zorg Dat. Ja. Samen met het COA en sportverenigingen in de omgeving kunnen we dan loopevenementen doen. Of, het sportieve zijn er nog vrijwilligers nodig? Hoe kan je aanmelden? Ja, vrijwilligers zijn altijd nodig. Je kunt naar de website toe gaan. www.wvharderwijk.nl. Welkom voor Vluchtelingen in Harderwijk. Ja. Nou, daar kun je je aanmelden op een aanmeldformulier. Er staat ook veel meer informatie nog. En de Facebookpagina. Welkom Vluchtelingen Harderwijk. Daar delen we ook heel veel informatie. En dat is een heel leuk platform waarin mensen ook contact met elkaar hebben. Je wat beter kunt volgen van wat er gebeurt. Dus daar haak ik daar toch even op in. Ja. Wij als Cameo, als medewerker van de lokale omroep, willen ook een beetje een inkijk. De mensen uit Harderwijk laten zien wat daar gebeurt op dat terrein. Ik sta klaar met mijn cameraatje om dat heel mooi te laten zien. Dat is heel leuk. Dus, ik wacht op de uitnodiging. Ja, want zullen we anders een keer samen met de locatiemanager afspreken? Dan gaan we even kijken wat de mogelijkheden zijn. Want hij bepaalt dat nu. En nu hij bekend is, kunnen we gewoon weer stappen maken. Ja. Ik ga erop wachten. Ja. Dat vind ik heel leuk. Ja. Samenwerken met elkaar, dat is heel belangrijk. Hartstikke leuk. Nog even een vraag aan meneer Drachtstra. Ik las laatst dat het heel erg belangrijk is voor die vluchtelingen dat ze zo snel mogelijk ook die taal mogen leren. Nou hebben ze nog geen vluchtelingenstatus, maar mag dat in Harderwijk dan bijvoorbeeld wel? Of beginnen jullie er al mee? Ja, vluchtelingenwerk heeft taalmaatjes. Dus zodra mensen in Harderwijk zijn, dan kan er geoefend worden in de Nederlandse taal. We hebben samen met de Bibliotheek Noordwest-Veluwe ook een bibliotheekpunt dat we kunnen inrichten. Zodat de kinderen die gewoon les krijgen, ook Nederlandse les krijgen, dat die thuis geschikte boekjes kunnen lezen. Mm-hmm. En dus thuis op het AZC ook geoefend kan worden met taal. Ja. Ja. Ik ga nog eventjes naar meneer Prins. Ik hoorde aanvankelijk dat er alleen maar gezinnen zouden komen. Dat blijkt niet helemaal correct te zijn. Hoe zit dat nu wel? Nee, dat is wel de grote wens geweest. Maar het COA heeft tegen elke gemeente in Nederland ongeveer als weerwoord gegeven van ja, sorry, maar elke gemeente wil gezinnen. Dat gaat niet lukken, want er zijn ook niet gezinnen. Alleenstaande vluchtelingen. Wij hebben wel vastgelegd in een bestuursovereenkomst, een contract zeg maar, dat er minimaal 40% gezinnen komen en dat het COA zich inspant om nog veel meer gezinnen naar ons toe te halen. Ja. En daar is het gebied, wordt er ook op ingericht trouwens, hè? De woningen enzovoort, de scholen, de opleiding enzovoort. Dus ja, hoeveel er uiteindelijk worden, weten we niet exact. Nee. Maar de rest, die 60%, worden dat ook veel alleenstaande mannen? Want daar is natuurlijk wel, dat vinden mensen een beetje eng soms, tenminste dat hoor je soms. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja kijk, dat zijn ook, als vluchtelingen sturen vaak één familielid vooruit. Hè? Want het blijft een gevaarlijke overtocht. Het kan ook een vrouw zijn trouwens, die zijn er ook heel veel. De sterke vrouwen, hè? Dat is dan toch, fysiek is het dan toch beter schijnt. Die zijn sterker. Maar er wordt één familielid vooruit geschoven, omdat het gevaarlijk is. Het kost heel veel geld. Je weet niet waar je terechtkomt, hoe lang het duurt. En die mensen die vragen een status aan en die moet je wel ergens onderbrengen. En pas als jij een status hebt, dat kan best een tijd duren. Dan ben je geen vluchteling meer, maar dan heb je een status. Dan pas kun je een procedure beginnen om je gezin over te halen. Ja. Dus dat duurt heel lang. Nee, dat is begrijpelijk. Laatste vraag, meneer Drachtstra. Ja.
hoe trots mogen als Harderwijkers zijn dat wij zoveel vluchtelingen, 800 vluchtelingen mogen opvangen? Ja, ik vind dat we ongelooflijk trots mogen zijn, omdat ik een hele mooie beweging in Harderwijk zie. We hebben fantastische voorzieningen, ja. Maar ik vind dit iets zeggen over het hart van Harderwijk. Dat is sociaal en betrokken. En daar ben ik echt trots op. Nou, dat vind ik een heel mooie afsluiting van dit onderwerp. Ja, hartelijk dank, heren, dat jullie aan tafel hebben meegezeten. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank u wel. Gaan we door naar het volgende onderwerp. En dat is eigenlijk het vaste onderwerp dat we normaal hebben met Dries van de Berg. Gaan we even praten over een paar actuele onderwerpen die er in Harderwijk plaatsvinden. Ben benieuwd. Doen we dit keer met Frits Sparnaai. Ja, Frits, ik wilde jou eerst even vragen. Dolfinarium, hè? Daar hebben we natuurlijk al een paar keer hebben we daar aandacht aan besteed in deze uitzendingen. Nu hoorden we laatst het nieuws dat ze een waterpretpark wilden toevoegen. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, heel leuk. Een verbreding voor gezinnen, voor kinderen die lekker er een dag uit kunnen gaan, kunnen spelen, kunnen ravotten, kunnen omgaan met alle elementen van de natuur in een waterpark. Weg achter die PlayStation of die Xbox. Lekker buiten spelen. Ja. Denk je dat het Dolfinarium over moet gaan uiteindelijk in alleen maar waterpretpark en geen dieren meer? Nee, dat vind ik niet. Ik ben trots op Dolfinarium als medewieker. En ik vind dat ze daar correct met de beesten omgaan. En dat is genoeg gepolst. En dat wil ik niet afvallen. Nee, absoluut niet. Er komen wel twee ingangen. Heb je dat ook gehoord of niet? Nee, daar weet ik niks van. Het doet mij een beetje denken weer aan het oude Veluwe-strand. Weliswaar dan met minder strand en meer water. Maar ik moet daar ging ik vroeger op schoolreisje naartoe. Kun je nagaan, hoe lang geleden. Een grote speeltuin waar je lekker met je kinderen naartoe kon. Ja, is prachtig. Ik vind het een speeltuin is een verrijking. En als dat heel mooi is en aantrekkelijk is en betaalbaar. Want over de prijs kan je discussiëren. Het is niet voor elk gezin aantrekkelijk en voor de minima niet te betalen soms. Nee. Als ze dat een beetje aantrekkelijk maken, dan kunnen alle gezinnen in Harderwijk genieten van zo'n park. Ja, ben benieuwd. Doorgeven. Zeg, een ander onderwerp waar we het nog over wilden hebben is afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing, wat een naam, hè? Het gaat gewoon over je afval. Wat doe je met je vuilniszak? De wethouder heeft laatst een nieuw voorstel gedaan waarmee ze mensen willen stimuleren om meer afval te scheiden. Mag ik aan jou vragen, Frits, hoeveel afval scheid jij? Alles. Papier, glas, batterijen. Ik vind dat belangrijk. Ik ben, ik zeg het vaak, ik ben een christen. En dan ben je verantwoordelijk voor de toekomst. Voor de toekomst van je kinderen, van je kleinkinderen. Daarom hou ik de boel apart. De batterijen gaan naar de Jumbo. Hallo Jumbo, een klein beetje reclame. Papier gaat in een papierbak. En het grof vuil gaat bij het grof vuil. En als ik grof vuil weg moet brengen wat groot is, breng ik het naar het afvalstation. Nou, we hebben die vraag ook gesteld aan een aantal mensen in de binnenstad. We zijn even de straat op gegaan. En naar dat filmpje willen we even kijken. Scheidt u uw afval? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Wat scheidt u allemaal? Nou, op dit moment groen en papier en gewoon afval, dus de grijze container. En ik hou dat goed bij, omdat ik vind dat milieubewust wil ik graag zijn. En wel papier, zeg maar, met plastic en zo. Scheid jij je afval? Nee. Waarom niet? Omdat het makkelijker is. En het komt toch op één hoop uiteindelijk. Glas doe ik apart en plastic, papier en dat soort dingen. Ik koop ook zo min mogelijk met verpakking eromheen als het even kan. Dan hoef ik ze ook niet te scheiden. Wat nou als je van de gemeente ook nog eens korting krijgt omdat je dat doet? Ah, dat zou natuurlijk top zijn. Dan wel, ja. Voor de korting. Ik vind het op zich wel een goed initiatief om daarmee bezig te zijn, ja. Dan zou je ook wel wat meer afval gaan scheiden? Ja. En jij? Dat vind ik ook, dat doen ze in België ook volgens mij, dat je dan ook geld terug kan krijgen, zeg maar. Dat is een heel goed initiatief, zeker voor mensen die wat minder hebben, die doen daar wel echt wat mee. Dat vind ik een goed idee. Ik vind dat je op die manier het stimuleert dat mensen meedenken met het milieu en het afval echt gaan scheiden. Stel, de gemeente maakt de prijs voor het totaalafval duurder en je krijgt dan alsnog korting als je wel afval scheidt. Wat zou je daarvan vinden? Dan betaal ik dus mijn eigen korting. Kan ik ook wel achter staan, ja. Nou, dan is het gewoon een verkapte bezuiniging, denk ik. Dus ik vind het belangrijk dat ze eerst nu proberen te stimuleren dat mensen gaan scheiden. En als je daar een beloning op zet, denk ik dat dat leuker is. En dat je eerst een algemene prijsverhoging gaat doen. Want dan is het een beetje een cadeautje wat je zelf moet betalen. Nou, dat was een interessant filmpje om te zien. Zeg Frits, waren wat leuke reacties uit het verhaal. Wat houd jij het meest? Wat haal jij eruit? Nou, dat er wel animo is om het apart te houden.
En dat als mensen er poen voor krijgen, ja, dan worden we gevoelig. Hè? We zijn zeikerige Nederlanders. En als we een dubbeltje van een dubbeltje een kwartje kunnen maken, dan doen we dat. Als je dat goed aankleedt, ja, wie weet. Het helpt natuurlijk wel als mensen beloond worden voor hun goede gedrag. Ja, duidelijk. Zou je het ook in orde vinden als mensen die het niet goed doen ervoor gestraft worden? Nee, ik ben niet zo van bekeuringen. Nee. Maar ik begrijp ook niet waarom. Als je een klein beetje gevoel hebt dat je niet je afval apart houdt. Ja, maar Denk aan de toekomst van je kinderen. Er zijn heel veel van die mensen. Er zijn, ja, ik ken er ook zo. GFT-vrachtwagens vol die worden aan de poort afgekeurd omdat er toch per ongeluk een heleboel plastic en andere troep doorheen ligt. Nou, ik denk dat dit een interessant onderwerp is. Misschien is een rode kaart of een gele kaart. Ja, nou wie weet. Ja. We gaan dit onderwerp afronden. Dank je wel, Frits, voor jouw mening hierover. Dan gaan we door naar Andries van den Brink. Ja, Andries van den Brink. Ik heb die naam eigenlijk maar heel zelden gehoord en ik heb even rondgevraagd. Hier in Harderwijk zijn er maar heel weinig mensen die je kennen, terwijl je in Nederland hartstikke bekend bent. Je kwam laatst met nummer 3 binnen met je nieuwe hit. TV Oranje, ja, dat klopt. Hoe kan dat nou? Ja, het is gewoon... Waar ligt dat dan? Het is een gunnennetje, het is een gunfactor wat je krijgt. Van ja, maar dat je hier in Harderwijk zo onbekend bent. Eigenlijk heb ik 5 jaar geleden was ik in Harderwijk bekend met het zingen. Maar dat is een beetje minder geworden omdat er meer zangers zijn in Harderwijk ook. En ik ben verder op het land ingegaan. Okay. Dus ik heb eigenlijk Harderwijk een beetje achtergelaten. Dat was mijn start. Ja. En nu ben ik dus een beetje verder gegroeid en kom je overal een beetje... Ja. En jouw plannen voor de directe toekomst? Ja, gewoon lekker zo doorgaan. Mijn album is net uit en ja, je draait mee in de top 3 van TV Oranje. Ja. Prachtig. Ja. Dan mag je niet klagen. Ik bedoel, dan heb je het goed gedaan. Dat is ongelooflijk. We gaan zo naar je luisteren. Dankjewel. Ja. Ja, nou ja, dan willen we natuurlijk weten, wat is het nummer dat je zo meteen naar voren gaat brengen? Ik ga zo meteen het nummer Ik hou van jou doen. Ja. Die staat ook op mijn album. En dat is dus je nieuwe hit, toch? Dat is nu de nieuwste wie nu verfilmd is, zeg maar. Ik heb dan een heel album en die zijn we helemaal aan het filmen. Ja. Dus dat kun je niet in één keer naar TV in Harderwijk opgenomen. Net vragen, volgens mij die clip daarvan heb je in Harderwijk opgenomen? Ja, die hebben we in Harderwijk Waarom opgenomen. Waarom heb je die in Harderwijk opgenomen? Ja, we hadden gewoon zoiets van, het is Harderwijk, het is ik. Ik ben daar begonnen en het moet in beeld komen. Kijk aan. En Ik hou van jou is ook een eigen tekst, geloof ik, hè? Ik hou van jou is deels eigen tekst, maar het is eigenlijk al wel een bestaand nummer. Maar we hebben hem iets aangepast. Okay. Met accordeon, andere lekker sfeertje erin. En, ja. Je wordt zometeen begeleid door Roy, dat is mijn maatje. Roy Ottens, je maatje? Roy is een producer. En die maakt al mijn nummers, mijn muziek. Begeleidt mij met accordeon, neemt me mee naar de optredens. Dus hij is, zeg maar, degene wie mij... die zet heeft gegeven om door te kunnen groeien. Ja, kroegie in, kroegie uit. Ja, dat zijn dan de drijvende krachten achter. Ja, als er dan iemand in je gelooft en die staat er dan achter... en hij creëert dan zo'n album voor jou wat je dan mag maken... omdat hij erin gelooft en het gaat dan ook zo zoals het moet... ja, daar kun je trots op zijn. Ja. En dan weet je ook gewoon, ik heb een vriend achter me staan. En ja, dat is belangrijk. Mooi om dat kunt zeggen. De tekst op zich. Hè? Dat is al een nummer op zich, als je erover... Volgende hit. Volgende hit. En Roy gaat jou ook muzikaal begeleiden. Waar, op welk instrument? Accordeon heeft hij bij zich. Accordeon. Roy is accordeon. Als je TV Oranje kijkt, er zijn 7 van de 16 clips, zie je Roy. Want hij maakt ook muziek voor andere zangers. Oh, oké. Okay. Hij heeft een eigen studio, hij maakt de clips. Dus. Hier in Harderwijk allemaal? Ook in Harderwijk. Waar zit hij dan? Roy zit in Apeldoorn. Oh, in Apeldoorn. Ja, er zit ook de studio en daar nemen we alles op. Ja. Oké, geweldig. Ja. Leuk joh. Hey, ik denk dat het tijd wordt voor jou om naar je plek toe te lopen. Zodat we zo meteen naar je kunnen gaan luisteren. Ga je gang. Dan gaan wij ietsje eerder dan gepland, maar dat is helemaal geen probleem. Gaan wij luisteren naar het nummer Ik hou van jou van Andries van den Brink. Na de reclame, want daarna komt meteen reclame. Na de reclame gaan we nog praten met sporters in Harderwijk. De hele grote talenten, dat mag ik wel zeggen, hè, Harry. En over die Internet of Things. Even afwachten wat dat gaat zijn. Sta je klaar, Andries? Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Nou, ga je gang. Het eerste wat ik van jou zag, 2 blauwe ogen en een lach. Maar toen voor ons de eerste dans begon, wist ik dat ik jou zeggen kon. Oh, ik hou van jou.
Als ik je kus, voel ik het warme gloed. En als je lacht, dan is mijn dag weer goed. Ik hou van jou. Ik wil je alles geven, want jij bracht in mijn leven zonneschijn. Jij bent voor mij gekomen, als het antwoord op mijn dromen. Want ik hou van jou. Mijn leven bracht niet veel geluk. Mijn dromen vielen meestal stuk. Maar toen jouw liefde in mijn leven kwam, was dat voor mij de grote kans. Oh, oh, oh. Ik hou van jou. Als ik je kus, voel ik een warme gloed. En als je lacht, dan is mijn dag weer goed. Ik hou van jou. Ik wil je alles geven, want jij bracht in mijn leven zonneschijn. Jij bent voor mij gekomen, als antwoord op mijn dromen. Want ik hou van jou. Ja, ik wil je alles geven, want jij bracht in mijn leven zonneschijn. Jij bent voor mij gekomen, als het antwoord op mijn dromen. Want ik hou van jou. Jij bent voor mij gekomen, als het antwoord op mijn dromen. Want ik hou van jou. Ja, dan is het nu tijd voor de reclame. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Harry, wat vond je ervan? Ja, ik vind het prachtig gebracht. Een feestje, hè? Ja, superleuk. Ik hou van feestjes. Dat, wij dat we dat in Harderwijk hebben. Het leven is een feest, hè? Het leven is een feest. Je moet zelf de slingers ophangen. Want het leven kan zwaar zijn. Pak de momenten dat je het kan vieren. Dit is weer zo'n moment. Ja, ja, dus waar kunnen we naar de reclame inmiddels? Music Support, uw partner bij de organisatie van uw evenement. Daar waar het gaat om toegespitste faciliteiten op het gebied van audio, licht en visuals. Music Support faciliteert zowel de zakelijke markt als de particuliere markt. Graag bieden wij u totaaloplossingen voor beurzen, productpresentaties, symposia, vergaderingen, kick-off bijeenkomsten en congressen. Daarnaast leveren wij materialen en technici ten behoeve van musicals, bands, muzikale gezelschappen en theaters. Tevens beschikken wij over een professionele studio voor opnames en/of oefenruimte. Music Support, uw partner bij de organisatie van uw evenement. De Roef, een accommodatie met een multifunctioneel karakter. Rolstoelvriendelijk en voldoende parkeergelegenheid. Diverse zalen voor uw activiteiten. Er zijn verschillende mogelijkheden, van dansen tot het houden van een receptie. Het afstemmen van producten is erg belangrijk voor de Roef. U vindt dan ook verschillende producten aan de bar. Een van de specialiteiten is een overheerlijke high tea. Uiteraard kunt u ook terecht voor een lunch. Fijn dat Haken 13 Live terecht kon in deze accommodatie. Dank daarvoor. Bij
Bij Althea Bloemsierkunst kun je je hart ophalen met bijzondere geschenken, decoraties en gadgets. Naast de prachtige boeketten en bloemstukken biedt Althea een scala aan kunstproducten. Bloemenvazen, beeldjes, kristalfiguren, vaccinelichtjes en nog veel meer. In het winkelcentrum Stadsdennen zijn er twee winkels van Althea gevestigd. Althea Bloemen en Planten en Althea Bloemsierkunst. Althea Bloemsierkunst is gespecialiseerd in het vormgeven van kleurrijke boeketten en bloemstukken. Althea is altijd op zoek naar de nieuwste trends en technieken. Wil je jezelf trakteren of iemand anders in het zonnetje zetten, dan is een boeket van Althea de methode. Kies uit het grote aanbod in onze bloemenwinkel of stel zelf een boeket samen met onze verse bloemen. Wij wensen u veel winkelplezier en heten u van harte welkom in onze bloemenwinkel. Welkom terug. Bedankt dat jullie zijn blijven kijken natuurlijk. We hebben in het tweede deel ook weer hele interessante onderwerpen. We gaan praten met Lino Beijnen over die Internet of Things. Daarna met de sporters. We hebben aan tafel aangeschoven de sporter van het jaar eigenlijk wel. Ruby Huisman en Matthew Martens. Harry? Welkom. Ja. Maar we beginnen met die Internet of Things. Het moet een nieuw internettijdperk inluiden, zoals eerder al het online shoppen en de social media zijn. Die Internet of Things. Een internet waarop geen personen zijn aangesloten, maar dingen. In Amsterdam is al volledige dekking door het nieuwe netwerk. En zoiets komt er nu ook in Harderwijk. En Lino Beijnen, die is al jarenlang secretaris van de stichting KAI Harderwijk, weet daarover veel meer. We kennen elkaar, Lino, ja. Dus ik mag Lino zeggen. Welkom. Klopt het dat Harderwijk een nieuwe proeftuin wordt voor die Internet of Things? Harderwijk is al het internet wel halen. Laat daar geen misverstand over zijn. Je hebt in Harderwijk heb je keuze uit meerdere providers. Dat heb je nergens. Dus dat is al een goed begin. En dat kunnen we uitbreiden met het internet der dingen, als ik dat dan maar op zijn Nederlands mag zeggen. Extra mogelijkheden voor industrie. En wat heel belangrijk is, extra mogelijkheden ook voor de gewone man. Daar hoor ik ook bij. Je koelkast op afstand aanzetten. Als je aan boord gaat en op en zo. Dat is, zo moet je dat voorstellen. Want ja. Dat gaat in Harderwijk gebeuren. Ja, je zegt aan boord, maar dat is even voor insiders. Ja. Je bent ook voorzitter of nee, bestuurslid van de jachthavenvereniging. Ik ben voorzitter van de watersportvereniging. En op 9 juli openen wij officieel een nieuwe jachthaven. En die jachthaven zou zich best wel eigenen voor een access point. Moeilijke naam, zeg maar een zender. Ja. Die dat signaal kan uitzenden. En die mogelijkheden dan gaat bieden. Benutten. Waar denk je dan zelf aan? Als ik er meteen maar mag doorgaan. Ik deel het graag als je dat goed vindt in twee stukken. Het ene stuk is industrieel. Okay. Is één deur gesloten of niet gesloten? Dan kun je zeggen dat is beveiliging, maar niet zonder meer. Ja. Temperatuur, te laag, te hoog. Een proces, werkt dat ja of nee? Alarmering, waar ook ter wereld. En als ik aan mijzelf denk, maar dat moet je meer een beetje overdrachtelijke zin moet je dat zien. Ja, ik ben thuis. En morgenochtend ga ik varen en dan wil ik op afstand mijn koelkast aan kunnen zetten. Want dan kan ik die koude biertjes uit de koelkast thuis. Ja, belangrijk. Dat is heel belangrijk. Die kan ik dan aan boord zetten. Maar ik kan ook in de winter of in de zomer, schip in het water, kan ik een sensor monteren. En die sensor die stelt vast, er zit meer water in mijn bielge, dat is de kiel van het schip, dan wat gebruikelijk is. Krijg ik een alarmering, kan ik wat doen. Of mijn accu is leeg. Of de spanning op de wal valt weg en daar stond nog een kacheltje in. Nou, dat zijn applicaties waar ik dan als watersporter aan denk. Maar dat is niet, zeker niet het enige. Er zijn het aantal mogelijkheden. Het is eigenlijk, er zal komen straks een open systeem. Het open systeem houdt in principe in dat iedereen zonder er te betalen met een passende sensor erop kan. Is dat ook iets des Harderwijks, Lino? Het is des skies, zou ik dan zeggen, om jouw taalgebruik op te pakken. Ja. Wij proberen daar als KAI het maximale te bieden aan de gebruikers. Ja, bijna leden zeggen, maar dat is dan... Het kost straks de mensen die in Harderwijk wonen helemaal niks om zich erop aan te sluiten. Nee, het gaat niks kosten. Hoe komt het dat ze in Harderwijk de KAI zo vooruitlopen op het internet gebeurt? Ik kan natuurlijk een grapje maken en zeggen, goede bestuursleden, maar dat is een groep. Dat is één taart. Ja, maar Frits, dat vraag je. Nee, het komt omdat wij
Wij zijn niet... In goed Engels zeg je dat shareholders driven. Met andere woorden, wij hebben geen aandeelhouders die onderaan de streep geld willen vangen daarvoor, om het zo maar te zeggen. Ja. En daardoor kun je heel veel van dat wat over is, kun je toe laten komen aan de gebruikers, aan Harderwijk. Glasvezel zoals in Harderwijk is nergens in Nederland op deze manier. Zoveel aanbieders en zoveel keuze. Nee. Je kunt dus gaan naar Janssen, Pietersen, Klaassen. 5 keuzes, nou, en kies uit wat je wil. Dat zal met het Internet of Things ook zijn. Een verlengstuk van het glasvezelnetwerk wat er ligt. En je moet dan een bereik voorstellen, zeg maar, als ik de waterkant neem, zeg maar zo Zeewolde. En dan alle industriegebieden. En met 2 van die, zo denk je het in Gateway, om het mooi te zeggen. Ja, misschien 3. Cover je heel Harderwijk. Nee, maar wanneer gaat het nou komen dan, als je concreet kan zijn? Ja, dat is wel grappig. Dat zal de komende maanden zal dat zijn. Op de bedrijventerreinen? Op de bedrijventerreinen. Maar op zichzelf is het niet zo relevant waar het geplaatst wordt. De hoogte is belangrijk. En je moet je realiseren dat deze techniek dan wel aansluit op internet, maar een andere frequentiebereik heeft. En heel simpel, hoe hoger de frequentie, hoe korter het bereik. En hier gaan we dus bewust met dat systeem gaan we naar de lange golfzender van vroeger die niet meer bestaat. Maar dan ga je naar en dan kun je heel ver komen. Dus dan bereik je Nunspeet en op die afstand is dat helemaal geen probleem. Maar Nunspeet moet zelf ook zoiets hebben, want zo'n netwerk moet je zien als een spinnenweb. Een stukje van het spinnenweb gaat stuk. Wat gebeurt er dan als een stukje stuk gaat? Dan begint die spin als een gek te werken en die maakt dat stukje weer. Dus dat moet self-healing. Allemaal kreten uit de computer kan ook niet zo doen. Ja. Zichzelf genezend. Lino, nog even een laatste vraag zo ongeveer alweer, want we zitten al bijna aan het einde van de tijd. Wat kunnen mensen zelf straks aansluiten wat zo leuk is voor ze? Je moet, ik zou adviseren, morgen wordt toch niet zo goed weer, kruip achter YouTube en dan moet je kijken naar LoRa, Low Range, L-O-R-A. L-O-R-A. En je moet kijken Internet of Things, en je kunt ook het Nederlandse woord Internet of Dingen, daar zijn minder dingen voor. Er zijn zoveel filmpjes van toepassingen. En sommige zijn leuk en er zijn ook toepassingen die zeggen, ja, wat een flauwekul. Maar aan de andere kant, het is ook weer een uitdaging om dingen te doen. Wie had gedacht dat de eenvoudige telefoon die we hadden, dat die nu bijna je halve dokter is? Ja, zo moeten we. Dat is heel interessant. Dat jullie vast als sportmensen gebruikt worden. Ja. Nou, dat is een heel mooi bruggetje. Ja. Dankjewel, Lino, want we moeten nu toch wel door naar de sporters, want die zijn ook heel belangrijk. Die zijn aan tafel aangeschoven. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Ruby Huisman, jij bent sporttalent van het jaar geworden. Afgelopen donderdag ben je, als het goed is, gehuldigd. Ja, klopt, hè? Ja. Waarvoor ben je dat geworden? Pas erbij. Ja, ongeveer een maandje geleden ben ik wereldkampioen geworden in Colombia. Wereldkampioen? Ja. Hallo. Kijk, ja. De regenboogtrui. Ja, de regenboogtrui. Ja, die mag je dus aan als je, zeg maar, wereldkampioen bent. Dan mag jij die, zeg maar, van jouw klasse mag je die aan. Als je junior of elite bent. Laat hem eens even zien aan de camera. Dat is misschien wel even leuk. Ja, geweldig, hè? Ja. Dus die heb jij gekregen nadat je kampioen bent geworden. Mag je daar even laten zien? Okay. Ja. Ja, deze die krijg je dan en die mag je het hele jaar doordragen. Zo, super joh. Ja. Hey, hoe voelde dat nou? Ja, dat is echt kicken. Ja, ik kan er niet echt aan wennen, zeg maar, om die trui te dragen. Ja. Leg eerst eens even uit, voor een hele hoop luisteraars is het begrip, de sport BMX, volledig onbekend. Wat is het precies? Ja, het wordt wel steeds bekender in Nederland, want het is nu al een aantal jaartjes Olympisch. Maar ja, je gaat, zeg maar, van een startheuvel af en met een fiets, hè? Ja. En dan meestal een fietsje, een klein fietsje, toch? Ja, een klein fietsje. Een kinderfietsje? Ja. Ja, nee. Je kan het een kinderfiets noemen. Maar je staat, zeg maar, tijdens het fietsen. En dan, dan heb je een rondje en het duurt 40 seconden. En dan heb je 380 graden bochten naar rechts en naar links. En dan ben je klaar. Spannend. Ja. De dames in Nederland tikken aan de weg, hè? Want we hebben bij de dames, categorie hoger, hebben ook iemand die straks voor het goud meegedoen op de Olympische Spelen. Er gaan nu zelfs 2 dames naar de Spelen, dus dat is ook een droom jij al van de Spelen? Ja, Tokio. Tokio is het doel? Ja. Ja, maar dan gaan we meteen even over naar Matthew. Matthew, jij bent voor karate, ben je, als het goed is, heb je ook een... je hebt een NK gewonnen, toch? Ja, toch? Ja, ik ben Nederlands kampioen. In 2015 ben ik Nederlands kampioen karate geworden in de categorie 16, 17 jaar. Geweldig, ja, super. Prachtig medaille. Oh, mooi man. Hey. Ja. Hij is helaas niet echt goud. Maar...
Nou ja, maar het is het idee, toch? Kijk, de kans dat karate in de toekomst ook olympisch gaat worden, dat hangt in de lucht. Dus je gaat de goede toekomst... Nou, dat bedoel ik. Dat wilde ik vragen. Mocht het, zou je dan ook naar de Spelen willen? Ja, dat is natuurlijk een droom in 2020, in Tokio. En dan in oktober wordt het bekendgemaakt of karate olympisch sport wordt. Maar dan maak jij ook al kans om er echt naartoe te kunnen, denk je? Ja, ik denk het wel. Dan ben ik 21, 20 jaar. Dus ja, mooi leeftijd. Maar we zitten hier met Harderwijkers aan tafel. Hoe bijzonder is hoe dat? Gaaf is dat? Ja. Ja. Ruby, moet je er veel voor trainen? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ik train bijna elke dag 2 keer per dag. En op zondag heb ik rustdag. Elke dag train jij behalve zondag? Ja. En hoeveel uur per dag zei je? Hoeveel uur per dag? Ik denk dat ik uiteindelijk per dag ongeveer 6 à 5 uur aan het trainen ben. 5 à 6 uur per dag? Ja. Allemachtig, je moet er wel heel veel voor doen. Ja, dat zeker. Alles is er. En wat betekent dat voor jou, voor je sociale leven? Mag je nog steeds uit? Ja. Elke avond vroeg naar bed? Nee, na het EK, wij hebben over 2 weken het EK. En na het EK dan zijn we voorlopig klaar, want ik ga niet naar de Spelen toe. Nou, je even pauze. Ja, dan ga ik even op vakantie misschien. En dan ga ik een feestje vieren met de meiden. Maar nu is het wel gewoon op tijd naar bed. En, knallen. Snap ik. Hey, Lino, jij wilde ook wat vragen. Ja, ik kijk wel eens naar extreme sports en ik zie dan ook die dames en allerlei dingen. Hoeveel heb je al gebroken eigenlijk? Ja. Niet dat het moet, hè, voor mij, maar... Het ziet er niet gebroken uit. Ik kan me echt nog op afkloppen, maar het enige wat ik heb gebroken is mijn elleboog. En de rest zijn allemaal scheurtjes en epileptische aanval en dat soort dingen. Maar verder gaat het goed. Topsport ijs. Ja, topsport. Mag ik nog even inbreken? Ja, ga je gang. Hij is met zijn collega naar Japan geweest, hè? Ja. Nee, alleen Sven. Ja, alleen Sven? Ja. En dan haak ik even in op sportschool van de Hoofdakker. Want, daar zit jij bij, toch? Daar zit hij bij. Ik vind sportschool van de Hoofdakker een voorbeeldfunctie. Van hoe je sportbeleving moet, hoe je met sporters om moet gaan. Hij is ook begonnen in de vanencompetities, kleintjes, laagdrempelig. Gaat het om plezier hebben in de sport. En hij is uitgegroeid tot een topper. En dan gaan ze voor de topsport. Hey, maar is het nu ook nog steeds plezier dan, Matthew? Ja, inderdaad. Ja, ik vind dat zelf ook het belangrijkste. Je moet plezier hebben in een sport. Van als je met tegenzin naar sport gaat, dan... Het werkt niet. Maar je komt wel eens tegenstanders tegen waarvan je denkt van verrek, die liever niet. Ja, precies. Ja, die heb ik wel. Dus wat gaat er dan door je heen? Shit. Ja, precies. Je ziet hem en je denkt van ga ik dit winnen of ga ik dit verliezen? Maar je bedenkt bij jezelf, hij kan ook een fout maken. Ja, die kans is er en dan win je. Ja. Dat is natuurlijk wel, die kans blijft er. Ik kan ook een fout maken bij jezelf. Wat doe jij in de week aan trainingsarbeid? Nou, niet zoveel als een roei. Rond de 5 à 8 uur ongeveer. 5, 8 uur. Dat is ook nog veel. Ja, dat is inderdaad zwaar. Het is altijd weer kracht, snel. En jij doet aan kata. Daar heb je het NK mee gewonnen. Wat is dat in vergelijking met karate? Ja, karate is eigenlijk de weg van de lege hand. En karate bestaat uit 2 disciplines. Je hebt langzaam kumite, dat is vechten, elkaar raken. En je hebt kata, dat is zeg maar een, ik zou het eigenlijk vergelijken met dansen. Je moet het, tegen denkbeeldige tegenstander moet je eigenlijk vechten. Nou, en dat moet je dus zo strak mogelijk laten zien. Hè? Je mag niet uit balans vallen, want echt vechten mag je dat ook niet. Hè? Je moet strak zijn, dus laten we zeggen, in één keer stil blijven staan. Zoals een rare trap in de lucht maken, weet je van. Dat is een heel acrobatisch. Zijn stijloefeningen. Moet je een goede acteur zijn voor zoiets? Je zou het bijna zeggen. Ja, mooi. Ja, maar dat is dan heel anders dan wat Ruby doet. Ja, dus jij moet gewoon keihard fietsen en heel erg balans houden, toch? Of niet? Ja. Doe je ook krachttrainingen erbij en zo? Of? Ja, van alles. Krachttraining, duurtraining, sprints. Wat een power. En jij moet ook krachttraining doen? Ja. Ongelooflijk. Zitten 2 sporters die sporten, en dat hoor je. Met passie. Als je je sport niet bedrijft met passie, gaat dat nooit lukken. Ze hebben de sportpenningen van de stad Harderwijk gekregen. Dat krijg je natuurlijk niet voor niks. Hè? Is dat, wat doet dat als je zo met als je naar voren geroepen wordt en dat je een penning krijgt voor je WK-titel? Ja, dat is vet. Doet dat nog wat? Een Harderwijkse prijs? Ja, op zich, alle kleine beetjes die zijn altijd super vet en dat waardeer je allemaal. Dus. Ja, inderdaad, het erkenning dat is altijd wel. Nou, geweldig. Dat is het mooiste. Ja, precies. Ik ben bevooroordeeld, hoor. Ik loop heel veel bij de karatesport naar binnen. Ik weet ook wel heel veel van de wielersport.
Maar ja, karate heb een beetje mijn hart gestolen. Misschien moet je ook maar eens gaan fietsen. Ik ga niet met je fietsen. Ja, gewoon één rondje. Ik ga een filmpje kijken. Oké, zeg heel hartelijk dank jongens dat jullie ook bij ons aan tafel wilden. Ja, geweldig. Dat zijn je eer. Ja, zeker. Nou, wij gaan nog even luisteren naar onze muzikale gast, Andries van de Brink, om zijn tweede nummer op te voeren. Kom schat, en daar is hij vorig jaar eigenlijk wel heel erg bekend mee geworden, kunnen we wel zeggen. Hij stond in de top van TV Oranje met TV Oranje. Nummer. Je kan stemmen, hè? Op tvoranje.nl. Op Andries. Dan hebben ze een nummer op zoek. Stemmen. Hadden we eens doen. Oké. Okay. Ja. Andries, ga je gang. Ik loop doelloos door de straten, maar kan nergens anders heen. Ik heb geen denken om op te slapen en de kou waait om me heen. Ik heb geen geld om iets te kopen, nee, echt geen piek meer in mijn zak. Ik ben te moe om door te lopen, voel me niet op mijn gemak. En dan zeg ik meestal: hé, hey, schatje, kom nou en kom schaar. Sla je armen om me heen, want het spijt me zo en ik voel me zo alleen. En ik ga van alles verkeerd en geef me nog een kaart. En voor de laatste keer, ik heb mijn lesje wel geleerd. Je fouten moet je leren, maar die kans die kreeg ik niet. Ik was te moe om te presteren en verder leven kon ik niet. Ik had geen geld om iets te kopen, nee, echt geen pieken meer in mijn zaak. Ik was te moe om door te lopen, ik voel me niet op mijn gemak. En kom, sla je armen om me heen, want het spijt me zo en ik voel me zo alleen. En ik had van alles verkeerd en geef me nog een kans. En voor de laatste keer, ik heb mijn lesje wel geleerd. Oh, kom schat, sla je armen om me heen, want het spijt me zo en ik voel me zo alleen. En ik had van alles verdiend en geef me nog een kaart. En voor de laatste keer, ik heb mijn lesje wel geleerd. Dankjewel. Super, super zanger. Andries, dankjewel. Hartstikke leuk. Want we zijn aan het einde van het programma gekomen. Nog even alle gasten langs om ze te bedanken. In de eerste plaats Barry Prins, gemeentelijk projectleider van het AZC. Roger Drachstra bedank ik. Andries natuurlijk met Roy Ottens bedankt. Lino Bijnen bedankt. Ik bedank Ruby Huisman. Ik bedank Matthew Martens. En natuurlijk onze tafelheer Frits Spaarnaai. Hartstikke bedankt dat je erbij wilde zijn. En jij natuurlijk, de Bieter Polen. Ja, jij ook, Harry. Hartstikke leuk dat ik samen naast jou mocht zitten vandaag. Vond het gezellig. Zeg, wij hebben dit is de laatste uitzending van het seizoen. Hopelijk zijn we er volgende seizoen ook weer bij. Laat ons weten wat je ervan vindt en of je wilt dat we er volgend seizoen weer bij zijn. Dat kan via info@hk13.tv of Facebook en Twitter natuurlijk. Heel hartelijk dank allemaal voor het kijken. En tot ziens. Tot ziens. Doei.